Hij ben jij wel een eier op dag. Maar hij bent geen geloofd. Haar man, wiens naam ik draag. Mijn moeder moest haar familie.
Thank you.
een bende, trots, nieuwsgierig en actieve bewoners van de wereld. Thank you.
Ik heb kinderen hoor. Ik heb kinderen van een broer van me. Ja, die woont op zoek naar wel. Die heeft 12 kinderen. Ja. Ja, die broer is ook al dood. Maar zijn vrouw die leeft nog. Ja, die is nu 81. Zijn vrouw, die komen ze dan om de 3 weken komen ze nog een keertje bijbrengen. Ja, met de auto. En zo komen ze met de auto weer omhalen ook. Ja, een van de kinderen, hè. Ja. Ja, maar die vrouw is nou 81, hè, die vrouw. Anders kwam ze om de 14 dagen, maar ze is al een week verder om te gaan. Nou komt ze om de 3 weken. Ja, maar ze heeft ook al... Ze heeft ook al zo'n ketting om, hè. Net als ik. Ja... Ja, dat is leeg. Ik moet geld verdienen voor Jacinta en Dama. Ik wil een winkel voor hart en haar. Wat gebeurt er met een oud mens? Hij heeft
op ze op donderdagochtend om 9 uur tot 12 uur komt ze werken. Nou. En dan doe ik ze stoffen en zuigen. Die stofzuiger is er al god hoor. Oeh, god. Die stofzuiger is er al god. Hè? Ja. Ik heb deze laatste krek. Het was zo'n wild mens. Die wou prakleren aan de lijf. Je moet je nou een zulke werkster. Dus er is wel alles gekomen. En dat doet ze niet. En dat doet ze niet. En dat doet ze ook niet. En het plafond opnemen. Nee, er anders dan verkeerd. Nee. Ja, en nog de basis is wel, ja, het is net andersom. Het is net andersom, nou. Ik zal je wat vertellen. Ik heb nou 6 werksters gehad. Hè? 3 dieven waren erbij. Nou, is dat niet prachtig? Hè? De anders dan verkeerd. En op mijn stijl ook. Ja, want ik had... Ik had 2 plastieke emmertjes, hè, die had ik. Nog een hand van Piet. Dat was een haring. Nou, ik denk van de week moeten ze even kijken waar staan nou mijn emmertjes. Nou, weg willen ze! Ja, en ik had een bloempot. En die was haast uitgebloemd. Dus ik denk, nou, die zal ik haast eens in de tuin gooien. Hè? Andere bagger erin doen, een nieuw plantje erin zitten, hè? Een witte pot eromheen. Nou, weg! Ja, en ik had een fles met vruchten. Ik had een fles met vruchten, die had ik gehad met mijn verjaardag. Ik denk van de week moet ik even naar mijn fles gaan kijken. Nou, daar is die! Ja, en nee, dat zeg ik niet. Nee. Ja, ik had nog een emmertje. Ja, dat was er zo een die ik nog van mijn vader gekregen. Dus die was al oud, maar die had ik niet zoveel gebruikt, omdat die nogal een beetje zwaar was. Maar, oh Christus, die is ook weg. Maar van de week, dan zal ik het er eens over hebben. En dan zal ik zeggen, die 2 plastic die kan je hebben, maar die van mijn vader. Je moet van de draad komen. Het eerste werkster die ik had. Hé, Annie. Dat was een roze werkster. Die nam met de schoonmaker bijvoorbeeld af. Hé, die had de hele wc wel eens gewurfd. Want dan minste had je nog wat aan mijn oude deze. Een beetje stoffen en een beetje zuigen, klaar is het. Anders was er nooit dit zo gedaan. Of aardappelen, schillen, groenten schoonmaken. Ze hebben er nog nooit wat aan gedaan. Ze hebben stel nog nooit schoonmaken, alles doet toch zelf. Nou. En dan ben je stil nog. Lillijke vallen. De boel nog stellen bij een mens van 97 lillekes. Ik snap niet dat die mensen durven leven. Nou, ik heb gewerkt, hè. Ik heb voor niks gewerkt. Ik heb voor een kwartje op een dag gewerkt. Maar ik zou niet prokkeseren om het mee te nemen. Nou, verdienen ze zoveel. Ik zou het van eens aan durven maken. Ze verdienen hulders, ze stijlen er nog bij op en ze doen nog niks op. Ja, dat is dan de opbouw. Vuile dieren. Vuile dieren. Meer dan wel. Thank you.
de concurrentie ketens. Winstgroei zwakt af, beurskoers alweer. De ontvingers van het bankwezen grijpt in. Het maatpak moet gaan runnen en gaan redden. Ik en de reden moeten afgezet. Ik afgezet. Ik ben. Mijn hart wordt mij uitgelekt. Mijn levenswerk mij ontnomen. Vuile deven zijn het. Vuile deven. Ik heb altijd riblap. Heerlijk. Vlees. Elke dag vlees. Aardappelgroente en vlees. Pakmannen ben ik niet hoor. Maar wel eens een bordtoef. Hij moet je van die pakjes. En dan graag naar een bordtoef ben en even een pakje openmaken. Een paar kommetjes water in de steelpan. Ik hou het even op de kabel. Dat koopt zo. Pak je de deur even roeren. Kun je gelijk zo eten. Ossenstaart en kalkuit. Ossenstaart zo. Het is een doos, hè? Er ligt er daar nog een op de schoorsteen, op die bus. En je ziet het wel liggen. In zo'n doosje zitten drie pakjes en in zo'n pakje is een bordtoef. Van de winter. Toen zei ik tegen de werkster, ik kan wel eens graag wezen naar de erwtensoep. Toen zegt zij, nou, bij die gros kan je blikken kopen. Maar ja, voor een mens alleen is dat toch niks. Maar toen heeft zij een blik gekocht. En toen hebben we het samen opengemaakt. En hebben we het gelijk samen opgegeten. Nou, dat smaakte heel. Wel echt lekker. Een erwtensoep. Er wel van wel een stukje worst in. Ja, roodworst. Zat erin, ja. Ik hou niet zo van die buitenlandse rots hoor. He? Het zal me smaken, maar ik kon het niet hebben. Maar met mijn rots. Ik zeg, altijd maar geef mij alles maar van vroeger. Ja, de mensen hebben er al gewerkt. En je hebt de mensen nooit worden mopperen. Mensen hebben er al gewerkt, je hebt de mensen nooit door de mopperen.